BEP-parlementariër Ronnie Assabina vindt de situatie in het concessiegebied van Rosebel Goldmine zorgelijk. Hij zegt dat de situatie waarbij poknokkers zich bevinden in de mijnen van de multinational steeds gevaarlijker wordt. Vorige week is een goudzoeker overleden na een lelijke val. Assabina zegt dat dit voor een shock heeft gezorgd bij de lokale gemeenschap. Het is niet de eerste keer dat het tragisch is afgelopen. In die zin dat een van die poknokkers in hun Wakamata noemen ze Oekeman, dat die het leven heeft gelaten. En het is een heel ernstige situatie, want de veiligheid en van die medewerkers van het bedrijf, maar ook van die poknokkers, staan op het spel. U moet zich voorstellen dat het bedrijf een bedrijf is dat internationaal gecertificeerd is en dat men werkt met bepaalde regels. Maar we weten, en de situatie doet zich voor, waarbij men niet in alle vrijheid en de werkzaamheden uitvoeren. En intussen heeft de leiding van het bedrijf plaatselijk en het gezag, zowel het traditionele gezag als de commissaris in kennis gesteld. Hij zegt dat het traditioneel gezag samen met het districtscommissariaat mogelijkheden bekijkt om dit probleem te minimaliseren. Hij geeft aan dat vanwege de grote mate van werkloosheid in het district veel mensen op zoek gaan naar het edelmetaal. Dit wordt ook gestimuleerd omdat de prijs van goud hoog is. Uiteindelijk moeten we toch wel die jongens, die illegale en goudzoekers, zover kunnen krijgen dat er op een andere manier, veilige manier, maar ook op een legale manier, dat zij hun activiteiten kunnen ontplooien, zodanig dat ze een inkomen kunnen hebben. En wat zou u aanraden als volksvertegenwoordiger om deze jongeren te behoeden? Zegt u dat er meer voorlichting moet komen, want het blijkt dat het een van de meest aantrekkelijke werkzaamheden is om op snelle geld te komen, en dat trekt vooral de jongeren. Dus klopt, wat er zou moeten gebeuren, de regering is al, ook deze regering zegt dat men bezig is om de kleinschalige goudsector te ordenen. Ik vind het jammer dat men dat met de mondbeleid tussen aanhalingstekens in het parlement hebben meermalen gevraagd van de regering, laat het niet zo zijn dat die ordening plaatsvindt buiten het gezichtsveld van het parlement. Laat het transparant geschieden. U moet regelmatig die vorderingen delen met de samenleving. Maar tot nu toe weten we niet, ja, wat achter de coulisses in de plaatsvindt. Dus de ordening van de goudsector zou een belangrijke bijdrage leveren, zodanig dat we deze situatie, ja, tot normale proportie zouden kunnen terugbrengen. Assabina zegt dat er een goede verstandhouding bestaat tussen de leiding van het bedrijf en het traditioneel gezag. Onlangs is er een motivatiesessie gehouden voor de bewoners van Marshallkreek om aan landbouw te doen. De partijen geloven dat dit kan zorgen voor meer werkgelegenheid, waardoor de trek naar de goudmijnen kan afnemen.